De Rabobank is de plofkraak op de geldautomaten zo zat dat ze grootschalige beveiliging gaan invoeren. Op kwetsbare plekken waar mensen wonen worden ze weggehaald. In bepaalde gevallen rolluiken en de inzet van beveiligers. Maar volgens misdaadverslaggever Mick van Wely zijn dit soort criminelen helemaal niet onder de indruk van particuliere bewakers. Op zich lijkt het een prima idee, alleen dan heb je het over mensen die niet bewapend zijn, die 's nachts daar staan. En als we één ding hebben geleerd van de plofkraken, dan is dat de daders uitermate gewelddadig zijn. Echt niet schromen om zelfs ook agenten te beschieten met zware wapens. Dus dat worden echt bloedlinke situaties. En ik vraag me af of dat de goede oplossing is.